Gefeliciteerd met de aankoop van deze stamppotemmer. Ik ben Maître André en ik ga het in mijn keuken voordoen hoe dat je deze maaltijd kan bereiden. Hoe? Gewoon door het voor te doen. Je hebt nu gekozen voor de boerenkool met rookworst. Maar weet je, er zijn nog twee overheerlijke smaken. De zuurkool met rookworst en de hutspot met een runderlap. Maar eerst deze variant. Verbreek het kwaliteitszegel. Neem het deksel van de stamppotemmer. Leg de spekjes even apart. En de rookworst op een bord. Neem de stamppotemmer met de boerenkool en de aardappels. Leg het deksel er los op. En plaats het in de magnetron voor 4 minuten. Neem de emmer met de boerenkool en de aardappels uit de magnetron. Prik gaatjes in de rookworst en zet de rookworst in de magnetron voor 2 minuten. Nu gaan we de stamppot maken. Het enige dat je nodig hebt is de vork. En het leuke is dat je zelf bepaalt hoe grof of hoe fijn dat je je stamppot hebben wil. Doe met de vork de stamppot op het bord. Voeg eventueel de spekjes toe. En zo eenvoudig is het.